Vandaag de rivier op. Doelstelling is 4 soorten vangen. Te weten baars, snoekbaars, snoek en roofblij. Mijn naam is Evert Oosdam. De vorige keer heb ik gevist op de rivier. Als je hierboven kijkt, zo komt er een link van gericht vissen op grote baars. Dit keer gaan we niet voor groot, maar gaan we proberen voor aantallen. Ga je mee? Aangekomen op de eerste stek. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag kribben uitgooien. De boot ligt ongeveer op 1,15 meter van de kribben af. En we gaan beginnen met krengs. Dan kan je mooi zoeken of er überhaupt vis ligt. Lukt het eventueel niet, dan gaan we met softbaits dieper in. Nou, je ziet de stroming loopt van rechts naar links. Dus dan gooien we nooit rechts van het krip, maar dan gooien we links van het krip. En zo gaan we systematisch alle kripvakken gaan we uitwerpen. Op zoek naar snoekbaars, baars, roofblij en misschien nog snoek. Nou, het zit er bijna op voor vandaag. We gaan nog één laatste stek aandoen. Want we hebben, zoals jullie hebben kunnen zien, 3 soorten nu. We hebben mooi dikke baarzen, ontzettend veel snoekbaars en een klein snoekje. Maar ja, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. We moeten nog een roofblij hebben. Laatste stek, laatste kansen. Duim jullie mee. Thank you.
Zitten weer op. Doelstelling helaas niet gehaald. Ik heb 3 soorten gevangen vandaag. Roofblij, ik heb wel wat aanbeten gehad, maar ze mochten helaas niet blijven hangen. Desalniettemin een super dag gehad, enorm veel vis gevangen. Ik heb vandaag de hele dag gevist met mijn BFT Lizard X van Adam Orde. De 10 tot 30 gram, een perfecte hengel om met krengs te vissen. Zeker op stromend water wat we vandaag hebben gedaan op de rivier. Een echte aanrader. En kies daarbij ook een stevige molen, omdat die door de stroming flink aan je kunstaas trekt. Ja, moet je echt een molen hebben met een goede overbrenging. We hebben eigenlijk alleen maar de kribben, de koppen uitgegooid. Belangrijk daarbij is, niet vol gas op zo'n kop afdenderen. Laatste stukje even stroomopwaarts. Mee laten driften en dat je op je elektromotor dan op een gegeven moment kan ankeren. Vaar je er bovenop, dan verjaag je alle vis. Dus een soft approach, ja, is belangrijk. Hit en run acties, 10 worpen, is het niks weg, krijg je wel aanbeten, dan blijf je hangen. En dan kan je vissen gaan vangen. Mocht je dit een leuke video vinden, vergeet dan even niet op de subscribe button te drukken en duimpjes. Mocht je vragen hebben, laat een reactie achter in de comments. Bedankt voor hier en ik spreek jullie gauw. Keep on hammering.